Yo YouTube, Aisen hier. Welkom bij deze nieuwe video. Ik kijk zelf niet naar Temptation Island of naar X on the Beach of al die shit. Maar om de zoveel tijd, om de zoveel seizoenen van dat programma, om de zoveel volle maanden, lukt het een van die deelnemers is om echt op de voorpagina's te komen van alle sociale media. En het is alweer een Belg. Ook al zijn die programma's mixed, er zijn de deelnemers uit Nederland en België. Het zijn altijd de Belgen die er dan zo uitkomen als de grootste fucking debielen. En bij die programma's heb je het dan dus dat de grootste debielen ook de mensen zijn die het bekendste worden buiten het programma. Maar deze keer is deze guy, man. Deze gladde motherfucker die lijkt op de gemiddelde inwoner van Knokke. Het is echt zo, wij draagt, is gewoon Knokkeswij. Mensen online doen alsof hij een stijlicoon is en dat hij Ralph Lauren heeft gerevived. Nee, ga één dag in de zomer naar Knokke. Iedereen lijkt op deze guy. Maar hij is fucked, man. Hij is fucked. Ik kijk niet naar dit programma, dus ik weet niet waar daar allemaal gebeurt. Maar in deze interviews praat hij over hoe hij geld verdient. Wat zijn job is, hoe het komt dat hij zo rijk is. Het is insane. Het is fucking insane. Ik weet niet of hij hierover praat in het programma. Ik weet niet of hij hier heel de tijd over vertelt, maar het is redelijk interessant, man. Hij verkoopt geen cursussen. Hij vertelt niet hoe je meer zelfvertrouwen moet hebben. Hij leert je niet dropshippen of forex. Het is iets wat we nog niet gehoord hebben. Het is iets nieuws. En als we moeten geloven, dan wordt hij hier fucking rijk van en pakt hij soms 10k op een dag. Zoals ik al zei, het is interessant genoeg om er een video over te maken, dus ik ben zeker dat jullie ook gaan boeien. Hoe verdient Maxime zijn geld? Waar verdien je nu je geld mee? Momenteel, ja, ik zit vooral in Max Management, dus OnlyFans Management is dat. Ik doe zowel OnlyFans Management zelf, dus ik heb mijn eigen modellen. Ik heb coaching. Hij is OnlyFans Manager. Je moet dat even laten bezinken. Je moet dat horen. En dan moet even binnenkomen in je hoofd en je moet er even over nadenken. Hij is OnlyFans Manager. Hij heeft zijn eigen modellen en hij doet coaching voor die modellen. Hij is dus eigenlijk gewoon een moderne pooier voor meisjes die online werken op OnlyFans. Maar de vraag die we ons hier moeten stellen is, hoe de fuck ben je manager van zo'n mensen? Is het hele ding van OnlyFans niet juist dat je geen manager nodig hebt? Dat je zelf op je slaapkamer leuke, sexy, spicy video's kan maken? Waar komt deze guy in? Wat valt er te managen? Beantwoordt hij dan de berichten? Moet hij die private DM's beantwoorden van die chicks en doen alsof hij hun is? En hij verdient er blijkbaar heel veel geld mee, man. Laten zien dat je 10k op een dag hebt verdiend. Hoeveel verdien je per maand? Ja, ik zal het ook wel eens laten zien, man. Ja? Het is bijna 30.000. Ja, 28.000 euro per maand met OnlyFans coaching. Daar moeten we naar checken, want het klikt niet bij mij. Klikt niet waar dat hij dan een procent kan pakken van de dames en werk. Dus ik heb een beetje, we hebben een kleine background check gedaan, man. Max Management is de snelst groeiende OnlyFans agency. Ze hebben nog niet zoveel gepost, buiten gewoon een paar stokfoto's van dames online waar dat ze dan hun logo hebben opgezet. Ze hebben 25.000 volgers op de kop nu, die zijn natuurlijk allemaal fake. Het grootste deel van hun volgers bestaat uit Spam739194, uit Discover the Planet Traveler, hoehoehaha. Haha. Maar dat boeit. Ik denk dat iedereen dat wel wist als je zo'n pagina ziet die bijna nooit iets post zonder likes met 25.000 volgers precies op de kop. Dan moet je zelf ook al doorhebben van, er stinkt hier iets. Maar toch verdient hij meer dan 28.000 euro per maand met zijn OnlyFans Management Bureau. Kijk, hier zet hij dan gewoon een naam van een meisje die niet bestaat. Charlie is currently crushing it. En bij de andere, Luna keeps growing. Hij pakt een percentage op wat OnlyFans modellen verdienen. En dat doet hij door hun accounts te promoten. Het is niet echt. Het is een scam. Het kan niet. Our marketing strategies. We use a number of different platforms to ensure maximum reach and interest. Platforms such as Reddit, Bumble, Twitter. Het is origineel. Maar het bestaat niet, bro. Check deze guy. Tuurlijk zegt hij dat je OnlyFans Management Bureau heeft. Tuurlijk. Wat is de gekste DM dat je ooit heeft ontvangen? Sowieso gaat het gaan over een chick die hem wou neuken. Wat is de gekste DM die je ooit hebt ontvangen? Ik persoonlijk, ja, ik denk van X on the Beach, al die fame. Ik persoonlijk. Dit gaan we mijn fucking DM, wat ik persoonlijk. De gekste DM die ik persoonlijk zelf gekregen heb. What does it mean? Ja, dat is wel heel gek allemaal. De DM die je ooit hebt ontvangen. Ik persoonlijk, ja, ik denk van X on the Beach, al die fame. Wat, al die fame? Ja, dat is wel heel gek allemaal. Wow. Ik kan niet Welke is echt bijgebleven waarvan je dacht, wow. Check dit!
What the fuck? Ik denk, X on the Beach, al die fame. Ja, dat is wel heel gek allemaal. Goh, ik kan niet... Welke is echt bijgebleven? Hij is gewoon lost for words, man. Hij weet het echt niet. Hij wordt er een beetje benauwd van als hij denkt aan al de gekke DM's die hij gekregen heeft. Dat is wel heel gek allemaal. Goh, ik kan niet... Welke is echt bijgebleven waarvan je dacht, wow, wat is dit nou? Waarom ontvang ik dit in mijn DM? Bijgebleven, moeilijk. Een van de recensies was nog wel gewoon van... Ja, Maxim is een team, wil je met dit zien en stuur ze het legit of volgens wat? Wat is het? Maxim is een team, wil je met dit te zien en dan sturen ze het legit. Met dit zien en stuur ze het legit of volgens seks te hebben met een vriendin erop om te komen. Waar verdien je nu je geld? Zo word je bekend bij X on the Beach en Temptation Island. Het enige wat je moet doen is zoiets doen. Zo'n stom rolletje spelen en dan vindt iedereen je leuk. Ook al ben je een eendagsvliegje en brand je sneller op. Dat is zo'n aanmaakblokje dat je in je oven moet leggen. Het werkt wel. Hij heeft OnlyFans modellen die voor hem werken. Dan deelt hij een account in premium Snapchat pagina's. Het is wel origineel. Het is cool, het past bij zijn imago, maar bro. Kijk, om nog af te sluiten met de raarste video dat ik ooit gezien heb van hem. Hier is hij op hotel met een deel chicks. En hij doet de giveaway van zijn vuile Valentino schoenen. Yes, welcome to my new vlog. Today I'm gonna show you. This is my housewife. Het zijn, hij is in de Balkan, man. Doet alsof dat dit Stockholm is, maar het is duidelijk dat hij Slovenië of Polen is. Hoor ik direct aan een fucking accent. Where is the other one? Here is there, the other one. This one. Hooker. And here's the other one. Where's the little chipmunk? This is the midget. Look, okay, today I'm gonna give the Valentino's away, so guys. This is a 44. Over een paar dagen. Fuck up, it's in Dutch. Used shoes. Used shoes, inderdaad, die chick heeft used fucking shoes. Hij doet een giveaway. Gedragen, vuile schoenen. Hij komt hier op een kamer met een deel chicks die hij geronseld heeft in Polen. Komt hij op zijn hotelkamer. Zegt ik ga even een giveaway doen voor mijn volgers op TikTok. Yeah, but I'm gonna give another pair away. Used. You used too. You second hand too. What is dit? Je hoort ook die chick zeggen van let's go, we moeten hier weg, man. Hij is een giveaway aan het doen van zijn vuile schoenen op TikTok. Wat is dit? Wie is die guy? What the fuck? Zo snelle fame dat je krijgt door zo'n programma's als X on the Beach en Temptation Island, die fokken met sommige mensen in hun hoofd, man. En het is een mooi voorbeeld van een guy die volledig aan het val is. En die nu naar Polen gaat, doet alsof dat hij in Stockholm is, omdat dat rijker klinkt. Dan een deel chicks meeneemt naar zijn hotelkamer, zegt dat ze hoeren zijn en dat ze niet mogen praten en zo. En dan doet hij een giveaway van ze gaan dragen Valentino's. En dan gaan de chicks weg. Rough one. What a weird fucking shit, man. Hey, bedankt om te kijken naar deze video. Ik hou van jullie. Ik hoop dat jullie eens goed hebben kunnen lachen. All the love, all the fucking power. En tot de volgende keer. Yo! He checked the bomb.